Als Snelle wint, regelt Bas dat Snelle hoofdsponsor wordt van Go Eagles. Hey! Hey! Rood! Nee! 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 Bas. Hey. Gefeliciteerd, jongen. Dankjewel. Pijnlijk? Gewoon verdiend. Ja. Ja. Moet wel zeggen, dat hoofdsponsor ding vond ik ook te gek. Als jullie nou, dat zij laten weten wat zij vinden, ja, in de comments. Ja. Of we die ook moeten doen. Ja. Of niet. Denk het wel. Ja, ik denk het ook denk wel. Ik denk het wel, ja. Kijk, nu is het echt, hè? Ik kan niet meer terug. Beste allemaal, ik ben super trots om te mogen verkondigen dat ik de nieuwe hoofdsponsor ben van Go Eagles. Ja, ook wij vinden het als club natuurlijk fantastisch dat na Jumper wij ons gaan verbinden met opnieuw een A-merk. En hoe bijzonder is het dat een landelijke artiest zich verbindt aan zijn lokale club. Wedstrijd tegen Vitesse, ik kan niet wachten om onze jongens te zien spelen in die fantastisch mooie shirts. En dankzij alle andere shirtsponsoren nemen we niet alleen de voorkant, maar het hele shirt over. En daar maken we dan ruimte voor een nog veel belangrijker doel, namelijk beatbetten. En daar weet Koos Jansen veel meer over. Koos, mag ik jou het woord geven? Dankjewel, Lars. Ik ben Koos, ik ben de vader van Pleun. Samen met Stichting Beatbetten zetten wij ons in voor de ziekte van Betten bij onze oudste dochter Pleun. Sinds haar vijfde weten we dat Pleun de ziekte van Betten heeft. En Pleun is inmiddels blind, heeft epilepsie gehad. En zonder medicijn of behandeling zal zij niet oud worden. Daarom zetten wij ons met Stichting Beatbetten in voor meer aandacht en onderzoek naar deze vorm van kinderdementie. Pleun heeft een eigen regenboogijsje bedacht. Van elk landelijk verkocht ijsje gaat er 50 cent naar Stichting Beatbetten. En zo maken we samen onderzoek mogelijk naar deze vorm van kinderdementie. En Lars en Pleun zijn vrienden en daarom staan ze samen op dit waanzinnige shirt. En de desbetreffende shirts worden op dit moment gedrukt. Die houdt u van ons te goed. Hoe dan ook, tot Go Eagles tegen Vitesse in de Adelaarshorst.